super gedaan. Ja, nu gaat het echt spannend worden. Want het gaat om de punten nu. Kilian, wil ons aan iemand voorstellen, meneer Svante Stokselius. En die is hier namens de EBU, de organisatie van de Europese publieke omroepen. Meneer Stokselius vond het fantastisch in Rotterdam. In heel Europa heeft in ieder geval iedereen gestemd op zijn of haar favoriet. En er zitten 17 vertegenwoordigers van landen klaar om de punten te geven. Thank you very much, Mr. Stokselius. Now everybody pay attention. It's time to contact all the countries to find out iedereen die opletten, want we gaan contact zoeken met alle landen die vandaag meededen. Elk land geeft 12 punten voor nummer 1, 10 punten voor nummer 2 en dan van 8 tot 1 punt. Yeah, you're absolutely right. So, we are going to give everyone 12 points. Ach, dat is sympathiek. Iedereen krijgt 12 punten, zodat er dus niemand met 0 punten naar huis gaat. Ja, want we zijn het er allemaal over eens. Iedereen is eigenlijk al een winnaar dat je hier op dit podium mag optreden. First country. Absolutely. The official we gaan contact zoeken met het eerste right land, now. Met Georgië. Sagamom, Sweet Ovisa, Georgia. En daar is ze. Ze heet Nino. Hello Europe. Hello Rotterdam. What a terrific show. Nou, dat is al het eerste compliment wat binnen is. Ze vond de show fantastisch, onze Nino. We're waiting for the computer to give Georgia's first 5 points. De eerste 5 punten worden gegeven door de computer. Die zijn al doorgegeven. 1 punt voor Rusland. 2 points for Sweden. 2 punten voor Zweden. 3 points to the Netherlands. Die zijn nu Sherry, dat is een lekker begin. Ja. 4 points to Belarus. 4 punten voor 5 points, former Yugoslav Republic of Macedonia. 5 punten. Can we please have the rest of your points? Sure. Bulgaria, 6 points. 6 punten voor Bulgarije. Serbia, 7 points. 7 points to Serbia. Servia krijgt de 7 punten. 8 points for Lithuania. Nina Joy van Litouwen krijgt de 8 punten. Yes. 10 points for the Ukraine. Oekraïne krijgt de 10 punten. The Lessons of Glamour van Ilona. And finally, 12 points go to... 12 punten gaan naar... Armenia. Armenië. Aravis. Ze traden als derde op. Ze krijgen 12 punten van Georgië. En de felicitaties van Nino. And we don't have to go far. Let's call Belgium. Hoeven niet zo ver te gaan, want we gaan naar het tweede land. We gaan naar België. Hello Rotterdam, Brussels. Vanuit calling. Brussel. Wat een vet coole show. Nou, dat verstaan jullie allemaal. Dankjewel Bab, ze was tweede bij de nationale finale in België. België geeft 1 punt. Belgium gives 1 point to Lithuania. 1 punt gaat naar Litouwen. 2 points to Russia. 3 points, former Yugoslav Republic of Macedonia. 2 punten gaan naar Macedonië. 4 points to Georgia. And 5 points to Belarus. Can we have the rest of your points, please? Of course, can. 6 points go to Serbia. Serbia, 6 points. Geef namens België de 6 punten aan Servië. 7 points go to Bulgaria. Bulgarije krijgt de 7 punten. Bonbon, Bombolandia. 8 points go to Sweden. 8 punten voor Frida uit Zweden. 10 points go to the Netherlands. 10 punten van België voor Lisa, Amy en Shelley. Dank jullie wel. And finally, 12 points go to Armenia. Armenië krijgt 12 punten en komt dan op de eerste plaats. Dankjewel Bab, dankjewel België. Alright, that's a party in the green room. Het feestje is al begonnen in de green room. Nico, Armenia. We staan op de tweede plaats. Ja, dat zag je even, hè? Hello, Rotterdam. We gaan naar Jerry van. This is Yerevan calling. What an amazing show. Dankjewel Annie. Thank you for this big splash in history. Oh, dankjewel voor de grootste splash in de geschiedenis.
1 point for the Netherlands. Nou, Armenië geeft Nederland. Oeh, daar is de zaal het niet helemaal mee eens. 1 bit punt. Disappointed there. Ja, inderdaad. 2 punten voor Portugal. 3 points, Ukraine. Oekraïne. 4 points, Serbia. Nevena Bosovic uit Servië krijgt 4 punten. And 5 points for Cyprus. Jan Vos. Can we have the rest of your points, punten. Please? Of course. Our 6 points go to Bulgaria. Bulgarije krijgt 6 punten van Armenië. 7 points go to former Yugoslav Republic of Macedonia. 7 points Macedonia. For former Yugoslav Republic of Macedonia. Muzika en Dimitar met Ding Ding Dong. Our 8 points go to Belarus. Belarus, Wit-Rusland, Belarus krijgt de 8 punten. En komen ermee 10 points go to Russia. 10 points to Russia. Rusland. Die pittige tante uit Rusland krijgt 10 punten. 12 points go to Mariam Romelashvili from Georgia. En Georgië. Mariam met Odilia Ranouni krijgt de 12 punten van Cyprus. Armenië, we gaan snel naar Cyprus. Hallo Rotterdam. Naar Nicosia calling. Nicosia, dit is Nathalie, ze is danseres van de act van vorig jaar. Cyprus gives 1 point to Portugal. 1 punt gaat naar Portugal. 2 points to Greece. 2 punten voor Griekenland. 3 points to former Yugoslav Republic of Macedonia. Ding Ding Dong krijgt nu 3 punten, opvallend. 4 points to the Netherlands. Kijk, dat is wel 4 punten voor ons. 5 points to Russia. Can we please have the rest of your points? Alexandro krijgt de 5 punten. 6 points go to Serbia. 6 points to Serbia. Servië krijgt 6 punten. 7 points go to Bulgaria. 7 points to Bulgaria. Cyprus geeft 7 punten aan Bulgarije. 8 points go to Romania. 8 points Romania. De 4 kids met Shalala krijgt 8 punten. 10 points go to Georgia. 10 points. En Georgië krijgt de 10 punten van Cyprus. En 12 points. 12 punten van Cyprus. Ga naar Armenië. Armenië. En die knallen daarmee naar de eerste plaats. Aravic gaat helemaal uit het dak. Natuurlijk. Met erezang. We'll see. Ze staan op de eerste plaats, maar blijven ze daar? Vraagt Kimmy aan zich af. Wat krijgen we nou? Die heeft er zin in. We gaan naar Portugal. Naar Lissabon. Dit is Clara Pedro. The first point of the Portuguese vote. Nou, kom maar door. Okay. 1 punt voor Bulgarije. 2 Bulgaria. Punten voor Malta. 3 points to Ukraine. 3 punten voor Lessons of Glamour. 4 points Georgia. Georgië krijgt nu 4 punten. And 5 points to Sweden. En 5 punten voor Frida uit Zweden. Oké. Okay. 6 points go to Russia! 6 points! Hij maakt er een hele eind van. 6 punten gaan naar Rusland, deze Clara Pedro. 7 points go to Serbia! 7 points for Serbia! 7 punten voor het nummer Pishimi. 8 points go to Romania! Roemenië krijgt de 8 punten van Portugal. 10 points go to former Yugoslavia Republic. Macedonië! Former Yugoslavia Republic of Macedonië! Ding Ding Dong krijgt de 10 punten van Portugal en de 12 punten. En 20 points. 20? Oh, I'm sorry, 20 points. Go 12 points. Ja, nou, wat op het doen. Oké. Okay. Jij maakt er een eigen programma van. 12 points. Go to Belarus! Belarus, 12 points! Bulgarije krijgt 12 punten, helaas geen punten voor Nederland. Russia. En we gaan naar Rusland. Hello Rotterdam, greetings from Moscow, and now the first results of our world Moscow. Team. 1 point to Romania. 1 punt voor 2 points Lithuania. 2 punten voor Litouwen. 3 points Bulgaria. Bonbon krijgt 3 punten. 4 points Frida Sweden. Krijgt 4 uit Zweden. And 5 points to former Yugoslav Republic of Macedonia. Can we please have the rest of your points? F5. 6 points go to Ukraine. 6 points to Ukraine. Voor Ilona Galichka. 7 points go to Serbia. 7 points to Serbia. 7 punten voor
Servië. 8 points go to Georgia. Georgië, nog geen punten voor Nederland. 10 points go to Belarus. Belarus, 10 points. Misschien de 12 punten voor Nederland dan. And 12 points go to Armenia. Nee, die zijn voor 12 Armenië, voor Aravik. Hoe spannend. Armenië aan de top. We'll see what happens. Wit-Rusland Romania. En Georgië daarachter. We gaan naar Roemenië, waar we vorig jaar nog waren. Let's see the first result. Vanuit Boekarest is dit Julia. Romania gives 1 point to the Ukraine. Oekraïne. 2 points to Malta. 2 punten voor Malta. 3 points to Russia. Alexandra krijgt 3 punten. 4 points to Georgia. Mariam uit Georgië, 4 punten. And 5 points to Serbia. Can we please have the rest of your points? Servië. Yes, of course. 6 points go to Sweden. 6 points. 6 punten Sweden. Voor Frida uit Zweden. 7 points go to Belarus. 7 points Belarus. Belarus, Wit-Rusland. 8 points go to Bulgaria. En de 8 gaan Bulgaria, naar 8 points. Bonbon uit Bulgarije. 10 points go to former Yugoslav Republic of Macedonia. Macedonië krijgt 10 points. 10 punten. And finally, 12 points go to Armenia. Die doen het erg goed. Armenië krijgt de 12 punten van Roemenië. Dober vecher, Bulgaria. En we gaan nu naar Bulgarije. Hello, Rotterdam. Sofia calling. Dit is Sofia. Here are the first points. Dit is Lubomir vanuit Sofia. 1 point to the Netherlands. We krijgen er een punt bij van Bulgarije. Een gejuich in de boel door elkaar. 2 punten voor Zweden. 3 points Malta. Cute uit Malta krijgt de 3 punten van Bulgarije. En Servië de 4 punten. 5 points to Georgia. De 5 punten zijn voor Georgië, voor Mariam. And the rest of your points please. 6 points go to Russia. Zo, 6 punten voor Rusland. Zegt Lubomir. 7 points go to Romania. 7 punten voor kids uit Roemenië. 8 points go to Armenia. Dat is duidelijk. 8 punten voor de leider van de klassement op dit moment. Armenië. 10 points for Belarus. 10 punten voor Wit-Rusland. And our 12 points Aliaksi. Go to Macedonia. En Macedonië. Republic of Macedonia. 12 punten van Bulgarije. Even snel kijken. Ja, Armenië staat nog steeds aan top met 80 punten. En daarachter Wit-Rusland met 68 en dan Macedonië met 67 punten. Vanuit Belgrado is het Angelina met de punten van Servië. Serbia gives 1 point to the Ukraine. Oekraïne krijgt 1 punt. 2 points to Malta. Cute uit Malta, 2 punten. 3 points to Lithuania. Litouwen. 3 punten. 4 points to Romania. En 4 kids uit Roemenië krijgen 4 punten van Servië. And 5 points to Armenia. En Armenië. Can we please have the rest 5 of your punten. Points? Nou, misschien dat de hoge punten nu naar Nederland gaan. Zou mooi zijn. 7 points go to Sweden. 7 points for Sweden. Dat zijn 6 punten, ja. 6 points we start with. Meneer Stokselius corrigeert even. Heel goed. 7 points go to Sweden. Thank you. 6 points to Sweden. 6 punten voor Zweden. 10 points go to Bulgaria. Daar is hij dan, de 7 punten. En die Bulgaria. Gaan naar Bulgarije, naar Bonbon. Dat weet je, Bombolandia. 8 points go to Belarus. 8 points, Belarus. 8 punten voor Wit-Rusland. Aliaksi met zijn vrienden op het podium. Go laatste to nummer. Russia. De 10 punten Russia, gaan naar Rusland. Naar Alexandra Kolovchenko. And finally, 12 points nou, go komen to ze. Former Yugoslav Republic of Macedonia. Maar wel naar Macedonië. We zien ze daar. Rosika en Dimitar. Ja, ze zijn erg tevreden. So exciting. I can feel the tension. And some of them are very happy. For instance, Armenia. Ja, how are you doing? Armenië is natuurlijk helemaal... gaat helemaal uit het dak. Oh, ze wil dit moment crazy, but we're not nooit meer vergeten. Because the runner-up... is over there. Ja, de tweede plaats is daar. Macedonië. Right now.
Macedonië. Oh, and Serbia, you're doing very well as well. Yeah, and here is Jorgos from Cyprus, having a good time. Jorgos, hoe vind je het? Amazing. Vind het fantastisch? They say sometimes it's not the winning, but the taking part. Do you agree about that? Zeggen wel eens. Yeah, of course I agree. This is why everybody came here, to have fun, make friends, and perform, and do what they like to do. En daar gaat het om, zegt Jorgos. Meedoen, plezier hebben en vrienden maken. I made a lot of friends like Belgium, and... Hij heeft veel vrienden gemaakt. They're sitting quite far away, but they're quite happy as well. Van de Ventrust. Ja, kijk. Hi there, Belgium. Hi there, Belgium. Natuurlijk. Thank you very much, Jorgen. Het is vooral ook in de gaten. Oh, people, it's so exciting. Some of them are a little bit quieter. Like, ja, er zijn een paar wat stiller. Romania. We zien daar Lisa en Michelle zitten. The Netherlands, ja. I'm so proud of you too. We zijn hartstikke trots, meiden. Oh, really? We schakelen zo meteen over naar Kimberly, die alvast klaar zit met de punten van Nederland. No, you want more votes? Ze willen meer punten in België. Ja, still dat herkennen we wel een beetje. Countries to go. Nog 8 landen te gaan. Let's continue the voting. Nou, nog 7 landen die punten gaan geven, waaronder yes, Sipke, Nederland. We're halfway through. 9 countries have already given us their points. A quick look at the top 5. Even kijken naar de top 5. We'll see that Serbia is on number 5. Op de 5e plaats zien we Servië, Georgië, de 4e Belarus, Wit-Rusland, 2e plaats Macedonië en natuurlijk nog steeds een kop Arabiek uit Armenië met. It's not over yet. We still have 8. Maar er kan nog van alles gebeuren. So nog 8 landen die punten gaan geven. Ja, en we schakelen nu over zometeen als het goed is naar Hilversum. Naar Kimberly, daar is ze. Ze deed vorig jaar voor ons mee in Boekarest. I'm proud to be Dutch on an evening like this. Kijk, ze is trots op dat ze Nederlands is. 1 punt geven wij aan Malta. 2 punten geven wij aan Lina Joy uit Litouwen. 3 points, Russia. 3 punten naar Alexandra Kolovchenko. 4 points, Belarus. 4 punten voor Bulgarije, voor Bombolandia. And 5 points to Bulgaria. Can we please have the rest of your points? 5 punten voor Bulgarije. Dat is Bombolandia. 6 points go to Georgia. 6 points, Georgia. 6 punten gaan naar Georgië van Nederland. 7 points go to Belgium. 7 points to Belgium. België krijgt van Nederland 7 punten voor Trust. 8 points to Serbia. En de 8 punten van Nederland gaan naar Nivina Bozovic. 10 points go to Sweden. Zweden krijgt. Sweden. De 10 punten and van Nederland. 12 points go to Armenia. En 12 points. Ook wij in Nederland zijn het ermee eens tot dit punt. Dat 12 punten verdiend zijn voor Armenië, voor Arafik. Dankjewel Kimberly, goed gedaan. En we gaan naar Macedonië. Hey Rotterdam, my name is Mila and here are the points. Dit is Mila, ze zit in Skopje in Macedonië. En ze was een van de deelnemers van de nationale finale al daar. 1 punt voor Oekraïne. 2 points to Lithuania. 2 punten voor Litouwen. 3 points Romania. En 4 kids uit Roemenië krijgen 4 punten. Er stelt 3 punten. 4 points to Malta. 4 punten gaan naar Malta. And 5 points to Georgia. Can we have the rest of your points, krijgt please? De 5 punten van Macedonië. Of course. 6 points to Sweden. 6 punten voor Frida. Voor Zweden. 7 points to Bulgaria. 7 points to Bulgaria. Bulgarije krijgt 7 points punten. To Belarus. Belarus, 8 points. De 8 gaan naar Wit-Rusland, naar Aliaksi. 10 points to Russia. En de 10 punten van Macedonië gaan naar Rusland. And finally, 12 points go to Serbia. De 12 punten gaan naar Servië. Servië krijgt de 12 punten. Pishimi, zongen ze, schrijf me. Country number 12. Nou, dobre večer, Ukraine. Blij zijn met deze 12 punten. We gaan nu naar Oekraïne. Vanuit Kiev is dit Asyl. Die de punten geeft. Ukraine, 1 point to Malta. Namens Oekraïne. 1 punt voor Malta. 2 points to Lithuania. 2 punten voor Litouwen. Iedereen roept hier al Nederland. Ja, dat zou fijn zijn. 3 punten voor Bulgarije. 4 points to Sweden. 4 punten voor Zweden. And 5 points to former Yugoslav Republic of Macedonia. Macedonië krijgt de 5 punten. Yes, of course. 6 points go to Serbia. Serbia, 6 points. 6 punten voor Servië van Asyl vanuit 7 Kiev. 7 points go to Russia. Russia, 7 punten voor Alexandra Kolovchenko, Rusland. 8 points go to Georgia. Georgia, 8 points. 8 punten voor Georgië. En die schieten dus weer een stukje naar boven. Go to Belarus. 10 Belarus, punten 10 voor Wit-Rusland. And the finally, en gaan ze naar 12 points go to
Armenia. Ze gaan naar Armenia. Ik wilde dat bijna zeggen, maar ik hoopte. Het is misschien ook nog wel in Nederland komt te gaan. Ze gaan helemaal uit hun dak. Uit hun schipperspet, mag ik wel zeggen. Armenië krijgt er 12 punten van Oekraïne. Good evening, Rotterdam. Stockholm calling. Vanuit Stockholm zien we Molly. Ze is de zus van Frida, die net optrad. En Molly werd vorig jaar derde. Sweden gives 1 point to Romania. Zweden geeft 1 punt aan Roemenië. 2 points to Russia. Rusland krijgt 2 punten van Zweden. 3 points to Bulgaria. Bonbon krijgt er 3 bij. 4 points to Malta. Malta krijgt 4 punten. En 5 points to Georgia. Can we please have the rest of the points? 5 punten voor Georgië. Of course. 6 points go to the Netherlands. Ja, 6 punten, dankjewel. Zweden. 7 points. Hé, is toch even lekker. Ja. Former Yugoslavian Republic of Macedonia. 7 points. Ook daar zijn ze natuurlijk blij. Zij krijgen de 7 punten van Zweden, Macedonië. 8 points go to Belarus. Belarus. Wit-Rusland. Belarus krijgt 8 punten. 10 points go to Armenia. Armenië, die al een paar keer de 12 hebben gehad, krijgen nu de 10 van Zweden. 12 points go to 12 dan naar Serbia. Naar Servië. Taksimuka, thank you Sweden. Nevena Bosovic. Still ja, en Servië schiet dan eventjes op de derde plaats. Armenië staat nog steeds op de eerste. Belarus, Wit-Rusland op de tweede plaats. Okay. Hoe is het in de green room, Sipke? Some of them are going crazy like Armenia. Ja, Armenië zegt Sipke, die gaan totaal uit hun dak. Het feest be is behoorlijk aan de gang. You sing again. Yes. Voorzichtig met je stem, zegt Sipke. Als je wint, moet je nog een keer je nummer zingen. Well ja, Servië doet het ook goed. Ze staan derde nu. We can't handle the tension anymore. We kunnen de spanning nauwelijks meer aan. En we hebben nog 4 landen let's continue. Die de punten alright moeten gaan geven. Ga gauw verder, zegt hij. Ilela Taiba, Malta. We gaan naar Malta. Hello, Rotterdam. Valletta calling. Here are the first points of the Maltese vote. De deelnemer van vorig jaar, Sophie. 1 point to the Ukraine. 1 punt voor Oekraïne. 2 punten voor. Dankjewel, Malta. 3 points, Sweden. 3 punten voor Zweden. 4 points to Bulgaria. Bonbon uit Bulgarije krijgt de 4 punten van Malta. 5 en points to Romania. 5 gaan naar 4 kids. Can we have the rest Shalala. Of the points, please? Of course, and good luck to everyone. You are simply amazing. Oké, okay. So, veel sterkte allemaal. Jullie zijn fantastisch. 6 points go to Serbia. Serbia, 6 points. 6 punten voor Servië. 7 points go to former Yugoslav Republic of Macedonia. Former Yugoslav Republic Macedonia krijgt 7 points. 7 punten van Malta. 8 points go to Russia. Russia, en Rusland points. Krijgt de 8 punten. 10 points go to Georgia. Georgië krijgt de 10 punten voor Marianne dus. Now our final 12 punten van Malta. Ga naar go to Belarus. Wit-Rusland, Belarus, Aliaksi met zijn vrienden. How exciting, thank you, Malta. Ja, daar is hij. Hij is te blij mee, zijn vrienden ook. We gaan naar Griekenland. Goedenavond, Rotterdam. Athens calling. Nou, dat is leuk. Goedenavond, Rotterdam, zegt ze. And better every year. En het festival wordt elk jaar beter. Dankjewel voor het compliment. Chloe, deelnemer van vorig jaar voor Griekenland. 1 point to the Ukraine. Oekraïne krijgt 1 punt van Griekenland. 2 points to Romania. Roemenië 2 punten. 3 points to Sweden. Zweden krijgt 4 points punten. To Russia. En Alexandra van Rusland krijgt de 4. 5 points to Bulgaria. Bonbon. Can we please have the rest of your points? 5 punten. Mogen we de rest van de punten alsjeblieft? Yes. 6 points go to Serbia. Serbia 6 points. Servië. Nu nog op de derde plaats krijgt 6 punten van Griekenland. 7 points go to Belarus. Belarus 7 points. Wit-Rusland. Belarus krijgt 7 punten. 8 points go to Georgia. Georgië krijgt de 8 punten van Griekenland. 10 points go to Armenia. 5. Armenië krijgt de 10 punten van Griekenland. En waar gaan de 12 naartoe? And 12 points go to Cyprus. 12 points to Cyprus. Naar Cyprus, ja. Thank you very much, Greece. We kennen elkaar ook heel goed. 12 punten voor Jorvos, daar zien we hem. It's getting really exciting now. Het wordt heel erg spannend nu, zegt Kim Leon. Armenia goes into the lead and in just a few minutes.
Armenië staat aan top. En in een paar minuten weten we wie er gaat winnen. We gaan nog naar twee landen toe. Voor de punten naar Litouwen. Vanuit Vilnius is dit Indre, de zangeres. Points to from the Lithuanian vote. Litouwen. Okay, we have one point for Romania. Punten vanuit Litouwen. 1 punt voor Roemenië, 2 punten voor Bulgarije. 3 points to Malta. 3 voor Malta. 4 points to Russia. Rusland krijgt de 4 punten en and 5 points vijf to punten former Yugoslav Republic of Rosica Macedonia. Can we please have the ding rest ding of dong. Your points? Yes. 6 points go to Serbia. Serbië krijgt de 6 punten. Heeft Litouwen ook aan Nederland gedacht? 7 points go to Ukraine. 7 points to the Ukraine. Oekraïne krijgt 7 punten. 8 points go to Sweden. 8 points Sweden. De 8 punten zijn voor Frida uit Zweden. 10 points go to Georgia. Georgië krijgt de 10 punten. And finally, 12 points go to Litouwen zijn voor Belarus. Wit-Rusland. Ja, en die schieten dan even de tweede naar de eerste plaats. Aliaksi en zijn vrienden. Ze zijn enorm aan in gevecht aan de top. Wit-Rusland en Armenië. We gaan naar Wit-Rusland, naar Minsk. Dit is Alexander. Met de stemmen van Wit-Rusland. 1 punt voor Litouwen. We weten het zometeen. Wie er gaat winnen? 3 punten voor Malta. 4 punten voor Zweden. En 5 punten voor Georgië. Ja. And can we please have the rest of your points? Snijding hier. 6 points go to Serbia. Servië krijgt de 6 punten. 7 points go to Armenia. 7 punten voor Armenië. Ah, zie je wat er gebeurt. Former Yugoslav Republic of Macedonia. Macedonië krijgt de 8 punten. Maar Armenië staat. Ja, het wordt heel spannend. 10 points go to Ukraine. 10 points to the Ukraine. Ja, ik zie het spannend wordt. And finally, 12 points ja. Our congratulations go to Russia. Russia 12. 12 punten voor Rusland, want de winnaar is bekend. Ja, ik was er zelf al een beetje van in de war. Belarus, Wit-Rusland, Aliaksi met zijn vrienden. Zijn de winnaars. En we gaan snel nog eventjes kijken naar het scorebord. Dit zijn de eerste 5. Nou ja, je hebt het al een paar keer gehoord. Wit-Rusland als eerste, Armenië tweede, Servië als derde, Georgië op de 4e plaats en Macedonië op de 5e plaats. En de winnaar is Belarus! Belarus, Wit-Rusland, de winnaars van het 5e Junior Eurovisie Songfestival. Maar we zijn natuurlijk enorm trots ook op Lisa, Amy en Shelley. Ja, ze feesten gewoon mee en ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ze zijn allemaal enorm, enorm blij. Daar komen de winnaars. Ja hoor. Nou, ik zeg het al, Lisa, Amy en Shelley. Oh, het vuurwerk gaat af. Die feest ook gewoon mee. Ze stonden hartstikke goed in de polls deze week. Ja, en dan zie je me weer de polls, oftewel van die lijstjes dat mensen in gaan schatten wie er het beste is. Niet alles zeggen. Wat zou je graag nog willen zeggen? Nou, dat is duidelijk. Dat doen we niet te betalen. Kim, where's the cup? Sipke Jan vraagt zich af waar de grote trofee is. I'm sure you remember them very well. Here are the Russian winners from 2006. The sisters Tolmacheva. Hier wordt de trofee opgebracht. Gebracht door de twee meisjes die vorig jaar gewonnen hebben. De tweelingzusjes. De tweelingzusjes uit Rusland. Dit zijn de winnaars. De winnaars van het Eurovisie, Junior Eurovisie Songfestival. Als je meer wilt weten van het Songfestival, kijk dan eventjes op juniorEurovision.tv. Daar vind je de cd met alle liedjes.
daar is hij op te bestellen. Kim Jan en Sipke nemen afscheid. En bedanken jullie ook namens UNICEF. Nou, ik vind dat ze het super gedaan hebben. Echt knap zo'n programma te presenteren voor 23 miljoen mensen. Bedankt namens het stemmen, namens de AVRO. Bedankt voor het kijken. Het was fantastisch om te maken en hier te zijn in Rotterdam. Graag tot volgend jaar, want dat is het Junior Eurovisie Songfestival in Cyprus. We gaan nog even kijken naar de winnaars van het 5e Junior Eurovisie Songfestival. Belarus, Aliaksi met With Friends. Ik wil zeggen, een hele fijne avond vanuit Ahoy Rotterdam. En tot ziens!